Zo, kijk eens aan. Er gaat toch niks boven een echt vuur. Oh, mam. Oh, sorry. Kom maar hier, diewetje. Daar heb je geen last van bij mijn barbecue. Kijk maar. Wow, zie je wel? Rookvrij en meteen klaar voor gebruik. Maar dat is veel beter. Jongens, geen zorgen. De rook is zo verdwenen. Oh, die garnalen zien er heerlijk uit. Ik kan haast niet wachten. Even geduld, knul. Ze zijn bijna klaar. Oh, wat ruik ik nou? Worstjes. Ja, niets ruikt lekkerder dan worstjes klaargemaakt op een echte barbecue. Oh, Klaas toch. Misschien word jij wel de barbecue-kampioen van Piekenpolder. Wie wil mijn garnalen proeven? Ze zijn gaar en klaar om op te eten. Oh, dat is snel, Tom. Oh. Oh, ja. Erg lekker. De worstjes zijn klaar. Wauw. Dit is een gasfles, mannen. Sommige barbecues gebruiken gas in plaats van houtskool om hun heerlijke worstjes op te bereiden. Moet je gasflessen niet uit de buurt van vuur houden? Dat klopt, Sam. Als ze te heet worden, dan kunnen ze ontploffen. Is het nou ondertussen al tijd voor de barbecue? En? Wie is de barbecue-kampioen van Piekenpolder? Oh, het is zo moeilijk om te kiezen. Ik heb nog steeds honger. Zal ik nog meer eten, zodat ik zeker weet wat het allerlekkerste is? Wij lusten ook wel wat. We hebben reuze honger. Geen probleem, hoor. Mijn garnalen zijn veel sneller klaar dan die worstjes van Klaas. Dat zullen we nog wel eens zien. Het gras wat hoger en het gaat nog sneller. Wauw, dat is slim, zeg. Ik kan ook slim zijn. Ik hoef er alleen maar wat houtskool bij te gooien en dan gaat het bij mij ook sneller. Geen probleem, hoor. Ik zet hem gewoon op zijn hoogst. Ik gooi gewoon alle houtskool er in één keer op. En moet je dan eens kijken. Ik zal jou laten zien wie de barbecue-kampioen van Piekenpolder is. Klaas, ik geloof dat het iets te veel was. Huh? Oh, hoe oh, is... Oh. Oh. Achteruit, Norbert! Oh. Oh. Genoeg opwinding. We gaan weer aan het werk. Ja, nu wordt het tijd voor al mijn kleine klusjes. Help, ik zit vast. Norbert! Oh, weer iemand in de problemen. Help, mam. Mijn voeten zitten vast. Oh, nee. Wat heb je nou weer uitgehaald? Dat is het sneldrogende cement. In een paar minuten is het uitgehard. Geen paniek, Norbert. Ik help je wel. Sorry, mam. Ik vraag alleen maar een klein beetje rust en stilte. Dat klinkt als een rookalarm. En dat klonk als een bus die ontploft is. Oh, mijn winkel. Ik ga de brandweer bellen. Diewertje, stop. Je mag nooit een brandend gebouw binnengaan. Rustig, Sam. Ik ga naar huis en ik bel vandaar op. Het is sneller als ik naar de kazerne ren en hulp haal. Rennen, Sam! Hallo, brandweerman Sam. Ik wilde net... Oh. Sorry, Jaap. Noodgeval. Ik breng hem straks wel weer terug. Wauw. Oh, ik snap er niks van. Ik dacht dat wij het vandaag heel erg druk zouden krijgen. Oh ja, zeg. Dat is geen gepast tijdverdrijf voor een brandweerman op zijn vrije dag. Geen tijd om iets uit te leggen, commandant. Er is brand in de supermarkt van Diewertje. Brand? Ah, werk aan de winkel. Eindelijk. Ik heb nog geen opdracht gegeven. Oh, dit wil ik wel eens uitproberen. Oh, gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schroeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, Sam. Tot
Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè Jenny? Een beetje bijblijven. Oh, wacht even, Norbert. Niet zo snel. Waarom zo'n haast? Goed, even kijken. We zijn hier, dus dan moet dat Piekepolder zijn. En daar is de haven. En... Oh nee. Mooi hoor, nu hebben we geen kaart meer. Ach, dat is ook niet nodig. Ik hoef alleen maar mijn neus te volgen. Kom mee. We beginnen met het opruimen van de kisten, Tom. Kijk jij of er nog meer zijn? Geen probleem, Sam. Doe ik. 1, 2, 3. Hup. Tom voor Sam. Daar drijven nog een paar kisten ten zuiden van jullie. Bedankt, Tom. Hoe is de situatie op het strand? Is prima. Elvis en Karel hebben alles onder controle. Hier zijn we daarnet ook al geweest. Klaas zei dat hij zijn neus volgde. Maar volgens mij weet zijn neus de weg niet. Nee, toch? Wat moeten we nu doen? Eerst, Jaap, gaan wij eens even lekker lunchen. Hoera! Ik wist wel dat dat jullie blij zou maken. Goed dan. Wie heeft de lunch bij zich? Ik dacht dat u die had. Ik? Nee. Zouden jullie toch voor zorgen? Nee! Dit is het ergste dagje uit van mijn leven. Hé. Niet meteen zo somber, jongens. We hebben toch plezier, hè? Ja, maar we hebben nu geen lunch. Ach, vergeet die lunch. Ik weet wel wat jullie opvrolijkt. Hij denkt wel aan zijn ukulele, maar hij vergeet het eten mee te nemen. De piekepolder pioniers zijn wij. Geen eten bij ons, zelfs geen balkenbrei. Maar zet nu al je zorgen maar opzij. Kom op allemaal, wees blij jongens. Want de piekepolder pioniers zijn wij. Mooi, dit is denk ik alles. Goed gedaan allemaal. Jullie hebben echt heel hard gewerkt. Thee, fijn. Zijn er ook koekjes? Spook van Piekepolder! Hallo, Norbert! Dat is niet eerlijk. Mandy heeft me natuurlijk weer verraden. Ik heb gewonnen. Jouw moeder schrok van mij, maar van jou is niemand geschrokken. Halloween is nog niet voorbij, hoor. Tijd voor de pompoenkaars. Oh, wat mooi! Oh, dat is pas griezelig. Ja, veel griezeliger dan jij, Norbert. Volgens mij gaat papa het kampvuur aansteken. Hoera! Het moet dus nog meer op een spook lijken. Perfect! Wanneer komen alle anderen? Ik heb zo'n honger. Die komen zo, hoor. Weet je, waarom vertelt Norbert niet ondertussen zijn spookverhaal? Oké, maar het is geen verhaal. Het is echt, echt gebeurd. Ja, Norbert. Begin nu maar te vertellen. Het was een diepe, zwarte nacht. Halloween. Het spook van Piekepolder doolde door de lege straten met een rammelende ketting en jankte. Het lijkt meer op een hondje dan op een spook. Het spook in wit gekleed ging de heuvel op naar het huis waar hij vroeger woonde. Dit huis. Hij liep dwars door de muur de kamer binnen. En toen ging hij naar het raam en zette zijn hoofd af. Nee. En hij staat je daar nu aan te kijken. Doe dan, draai je maar om als je durft en kijk dan.
oké. Okay. Oh! Oh nee! Hier zijn wat bloemen voor op je kamer, Norbert. Maar ik hou helemaal niet van bloemen. Rustig maar, Norbert. De kamer gaat daar lekker van ruiken. Maar, Oh, Dirk! Al je kleren opgevouwen. Ik zeg maar zo, een plek voor alles en alles op zijn plek, tante Diewertje. Wat ben je toch een schattenbout? Ik ga nu mijn tandenborstel even opbergen. Ja, doe dat maar. Hij mag me niet voor schut zetten. Als hij weg zou zijn, kon ik maar laten zien wat een lieve schattenbout ik werkelijk ben. En ik weet ook al hoe ik dat ga doen. Die bloemen zijn best mooi, maar het zijn geen piekepolderpoppies. Piekepolderpoppies? Wat zijn dat? Oh, dat zijn mijn moeders lievelingsbloemen. Oh, wat zou ze het leuk vinden om die in een vaas te hebben staan. Maar ik heb het te druk met het schoonmaken van mijn laarzen. Misschien kan ik ze voor haar halen. Aardig van je, maar ze groeien alleen hoog boven in de bergen. Oh, dat is jammer. Zal ik je eens laten zien waar? Oh, leuk. Oh, nou maak je maar niet druk. Je bent voor de thee wel terug, hoor. Mooi. Nou, daar gaat hij. Wacht eens. Ik heb hem. Oh, Bart is een heel vies stinkend stukje sla. Ik weet wat we nodig hebben, Elvis. Dat is gewoon samenwerking. Oké, Jenny. Ik hou de lamp vast en jij zegt Elvis waar het haakje heen moet. Iets naar rechts. Nee, iets naar links. Bijna goed. Oh, je hebt hem. Goed, nu langzaam omhoog. Oh ja! En nu snel op naar de cake. Ik denk dat ik wat verdwaald ben. Welke kant moet ik nou toch op? Ik weet zeker dat ik die stronk al eerder heb gezien. Wacht eens even. Zie ik daar een rode bloem? Oh, gewoon een oude lap. Oh, help! Oh, help! Help! Jenny, let jij op de kazerne? Ik ga jou dat vliegtuigje persoonlijk teruggeven. Hou het niet. Niet loslaten. Oh, kijk. Hoera! Hoera! Volhouden, Norbert. En gaan we ze op dezelfde manier redden als we bij Dolly hebben gedaan? Deze keer niet, Elvis. We moeten eerst Norbert redden en dan Jaap. Jij haalt het vangnet, ik de ladder. Oké, Sam. Snel, ik hou het niet lang meer vol, Sam. Laat je maar vallen, Norbert. Wij vangen je op. Dat was leuk. Rustig maar, Jaap. We hebben je zo weer beneden. Dank je, Sam. Volgens mij is dit van jou, Jaap Jansen. Ja. Nou, omdat je het dit keer goed hebt gebruikt, zullen we het er verder maar niet meer over hebben, hè? Oh, dank u, brandweercommandant Staal. Ja, het was erg dapper om het naar Piekepolder te vliegen. Ook al wisten jullie dat jullie in de narigheid konden komen. En je was een prima piloot. Bijna net zo goed als ik toen ik commandant Staal... Oeps. Aha, als ik het niet dacht. Ik leerde Jaap alleen maar hoe je moest vliegen. Dat is niet waar. Goed, dan zit er nog maar één ding op. Afstandsbediening, Jaap. Bedankt, Norbert. Nu wordt mijn vliegtuig afgepakt. Nee, Jaap. Het is tijd dat iemand jullie laat zien hoe je zo'n ding moet vliegen. Ik herinner het me weer. Ja, dan draait hij. En bukken. Huh? Bukken! Ah.
Rustig, maar tijger, de deur is zo weer open. Er is hulp onderweg. Die sleutel zo opvissen. In welk putje zijn ze gevallen? Oh, in die put daar. Ah, dat is echt een klusje voor mijn magneet. Nu hoef ik alleen maar de magneet te laten zakken bovenop de sleutels. En ze zitten vast. Ah! Ho, heel goed, brandweerman Jaap. Hallo, Mark. Ik hoorde dat je je sleutels hebt laten vallen. Is al opgelost. Brandweerman Jaap heeft ze gepakt voor me. Zo, brandweerman Jaap. Dat heb jij goed gedaan. Dank je, Sam. Ik wil later een echte brandweerman worden. Net als jij. Dat gaat jou vast lukken. En ik vond de sleutels van Mark. En toen noemde Sam mij brandweerman Jaap. Alsof ik een echte brandweerman was. Wauw, echt? Ja, dus ik let extra op. Voor het geval ik bij een volgende ramp weer kan meehelpen. Zo, en klaar. Nu zijn alle brandkranen weer voor een jaar gecontroleerd. Staal voor Jupiter! Crispijn! Ben je daar? Oh, dat is de radio weer. Hallo? 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 Brandweercommandant Staal, bent u daar? Hij hoort me geloof ik niet. Jawel, Elvis, maar je moet de knop ingedrukt houden als je praat en loslaat als je klaar bent. Oh, dat is waar ook. In de Hobbelstraat. Ik herhaal, Norbert Buck zit vast in een boom in de Hobbelstraat. Oh, hoorde je dat? Ik kan Norbert vast wel redden. Ik weet het niet. Het klinkt wel gevaarlijk, Jaap. Ha! Niet voor brandweerman Jaap! Ik moet alleen de ladder van thuis ophalen.